Medezeggenschap is een investering in de kwaliteit van onderwijs. Schoolleiders staan in hun kracht als ze een sterke medezeggenschap tot hun beschikking hebben. Zoals Jet Bussemakers het vorig jaar zei, constructieve tegenspraak organiseren. En de AVS is ervan overtuigd dat dat leidt tot kwaliteit, want als je de goede dialoog met elkaar voert, dan kom je verder en die mag best scherp zijn. Het is belangrijk dat het bevoegd gezag en de MR goed van elkaar weten wat ze van elkaar verwachten. Vaak is het de schoolleider die namens het bevoegd gezag dit gesprek kan voeren. En in de handreiking wordt dan ook gesproken over een ambitiegesprek. Aan het begin van het schooljaar gewoon met elkaar afspreken. Wat doe je dit jaar? Wat verwacht je van elkaar? Waar willen we naartoe werken? Medezeggenschap is een breed spectrum. Het gaat over een stukje advisering, gevraagd, ongevraagd. En soms heb je instemmingsrecht. Maar ook daar is het belangrijk wat je van elkaar verwacht, op welke manier je deze rechten eigenlijk een plekje wilt geven in de dialoog. In school is vaak een gewoonte ontwikkeld over de manier waarop je vergadert. We gaan bij elkaar aan tafel zitten en de vergadering begint. Maar soms is het belangrijk dat met name ook een medezeggenschapsraad vanuit zijn autonome verantwoordelijkheid een vergadering voorbereidt. Even zonder adviseur, zonder bevoegd gezag, gewoon vanuit de mandaten die in de WMS opgeschreven zijn. In een tweede fase kun je dan in de vergadering met de schoolleider, de gemandateerd werkgever of de bestuurder zelf een gesprek voeren over die onderwerpen die de medezeggenschap eigenstandig heeft voorbereid. En daar is natuurlijk een goede professionaliteit voor nodig, want wil je weten waar je het over hebt, waar je instemmings- en adviesrechten zitten, dan moet je als medezeggenschapsraad jezelf goed voorbereiden. En dat betekent professionaliseren. Er is een breed aanbod beschikbaar op info.wms.nl en daar kun je vinden wat er zoal gratis geboden wordt om de medezeggenschap en de schoolleider te ondersteunen om dit proces en deze dialoog samen sterk neer te zetten.